allemaal in dit stadion. Vele van eerlijke krachtmeten en goede kameraadschap genieten. Voor het eerst in de 15 jaar van het Europese cupvoetbal had de Nederlandse ploeg zich de sterkste getoond. Daarmee heeft Feyenoord voor zichzelf en voor het Nederlandse voetbal grote roem vergaard. Daar is hij, de UEFA Cup. Beloning voor een goed collectief. Beloning voor een goed legioen ook. En dan zitten de 5 minuten extra erop. En is het afgelopen. Feyenoord wint de beker. Voor het eerst sinds 2008 wint Feyenoord een prijs. Ze gaan de groepsfase van de Europa League ook nog eens in. Uit handen van Wim Jansen is daar de KNVB-beker voor Feyenoord. De 12e beker in de clubgeschiedenis. Kampioen Rotterdam! Kampioen Rotterdam! Kampioen Rotterdam! Kampioen Rotterdam! Kampioen Rotterdam! Kampioen Rotterdam!